Dames en heren, meisjes en jongens, van harte welkom bij de 10e uitzending van de Trosloop. Uiteraard uit Haarlem. We staan op de Grote Markt. Nog een paar minuten en dan gaat het allemaal beginnen. De halve marathon dus, de 8 kilometer en de zogenaamde family run. Opnieuw duizenden mensen op de been. De weersomstandigheden zijn niet echt goed. Maar er zit veel zuurstof in de lucht, dat zeggen de kenners. Met andere woorden, ze verwachten hier goede tijden te maken. We gaan kijken naar de start van de halve marathon. En ondanks dat slechte weer kwamen er opnieuw duizenden mensen af op de Trosloop 1991. Waaronder vele prominenten. Martin de Katen, nog een paar minuten en dan gaat de 10e Trosloop ook van start. Wat vind je van de weersomstandigheden? Ja, dan ben je het tweede stuk. Het lijkt nu net een beetje andersom te zijn, maar ik denk toch dat het een goed loopweer is. Zowel voor de top als voor die hele grote meute daarachter. Ik denk dat het een heel spannende strijd zal worden. Gerard, met jou alles oké, hoorde ik al, hè? Ja, gaat prima. De opbouw precies voor New York zoals het moet. En je voelt je lekker? Ik voel me goed, alleen je hebt de kilometers in de benen en dat voel je al een beetje wat zwaar, maar voor de rest zullen we vandaag een pittige strijd voor maken. En we gaan naar de start, succes. Nog een paar seconden, dan de start van de 10e Trosloop. En het startschot wordt gegeven door wethouder Gieske van Sportzaken van de gemeente Haarlem. Daar gaan ze weg, op weg naar het 1 kilometer punt. Daar is een bonus te verdienen. Duizenden inschrijvingen opnieuw, ondanks de slechte weersomstandigheden, voor deze Trosloop. De Trosloop is een atletiek festijn in de meest brede zin van het woord. En daar gaat die hele stroom op weg dus naar die 1 kilometer. 1 kilometer bedoeld om het tempo hoog te houden. Een kleine kopgroep vooraan, lopende voor de prijs, daarachter gevolgd door de favorieten. Martin ten Katen, Nijboer, Tony Dirks, Tesselaar, Dirk van Hetten, ze zijn er allemaal bij. Ook uit het buitenland, goede deelname, niet te vergeten natuurlijk Slovan Gurney uit Polen en Bashir Hussein, een nieuw talent uit Engeland. Terwijl hier Niels Strik op weg is naar de 1 kilometer, wil overigens nog niet zeggen dat hij die bonus op 1 kilometer ook in de wacht gaat slepen. Want daarvoor geldt dat de eerste plaats in het klassement, dus bij de eerste 10, die gaat uiteindelijk die prijs hier. Van het overigens, Wim, dat al vroeg in de wedstrijd zo'n duidelijk verschil is. Heeft dat gewoon te maken met de basissnelheid van de kopgroep? Het heeft te maken met het volgende. De weersomstandigheden zijn goed. Een hoog tempo 15.01. Dat wil zeggen een egaal gelopen race tot nu toe. En de favorieten dus duidelijk hier al aan kop met Martin de Kater, de winnaar van vorig jaar. Die gaan ze op weg langs Elswoud op weg naar Kraantje Lek. Dan wordt het parcours een stuk moeilijker voor de deelnemers, zogenaamd vals plat. We zullen de verschillen wel weer gaan oplopen. We gaan even terug naar de Grote Markt, terug in de tijd. Want de Trosloop wordt door velen gezien als een van de laatste voorbereidingen op die gigantische marathon van New York. Sommigen lopen dan ook hier voor een goed doel. Bij halve marathons en marathons wordt al vaak voor goede doelen gelopen. En jullie lopen mee voor, ga mee voor 14. Leg mij even uit wat het is. Was het kort samengevat, lopen voor 14 patiëntjes in Nederland die aan de ziekte lijden van het Crigler-Najaar-syndroom. Dat is een leverstoornis en daarvoor proberen we zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor deze patiëntjes te kunnen steunen. Hoe doe je dat door deze halve marathon te lopen? Of jullie gaan natuurlijk ook naar New York, maar hoe gaat het verder in zijn werk? We hebben bedrijven en instellingen en familie en vrienden. En verder hebben we hoopvol de kranten en intekenlijsten. En daardoor proberen we zoveel mogelijk geld bijeen te kunnen zamelen. Dus apart gevoel om dat te doen voor een goed doel? Ja, heerlijk. Echt het idee dat je dan straks in New York loopt van we hebben een doel en daarvoor gaan we lopen. En dat, ja, dat stimuleert. Dat, perfect. Veel succes. Ga mee voor 14. Ja, veel oude bekenden, ook tijdens die Trosloop, maar je doet het als voorbereiding altijd op de Marathon New York. Leo Vergaar, voor de hoeveelste keer ga je de marathon lopen in New York? Ja, voor de zesde keer naar New York. En dit past precies in het schema, die 21 kilometer. Dus ik voel me lekker fit, we zijn goed op schema. Vertel eens iets over jouw schema's. Wat loop je nu per week? Op het ogenblik tussen de 100 en 110 kilometer per week. Mag ik heel onbeleefd vragen hoe oud je bent? Hoi. Hoe jong? Dankjewel, dat vind ik ook leuk om te horen. 58. Ik vind het een hele knappe prestatie. Ik wens je veel succes tijdens die zesde marathon. Dankjewel.
Jong en oud dus van de partij bij de Trosloop. En ook deze deelnemer ziet de Trosloop als een ideale voorbereiding op de marathon van New York. We zijn terug in de wedstrijd. Ja, en er is al een gat geslagen. We zien er Dick Tesseler afvliegen. Op kop, Michel de Maat, uiteraard met Marty ten Kater. Hoog tempo dus. De doorkomst op 5 kilometer gaf dat al aan. En het is de vraag of deze mannen bij elkaar blijven. Nou, we zien hier eigenlijk al een klein kopgroepje. Nog niet veel van te zeggen. We zijn op weg naar Zandvoort. Ja, het is natuurlijk normaal dat je, als je naar boven gaat, dan kun je precies zien de specialiteiten. Ook hier Gerrit Kapper eraf. Moeilijk altijd tegenwind naar boven te gaan. Dat vraagt toch specialisme. En je ziet ook hoe hard ze moeten werken. Want dit is echt een voor Nederlandse begrip een heuvel. Kopgroep dus van 6 man. Op een seconde of 4-5 gevolgd door 3 achterblijvers. En daar weer achter zien we onder meer Gerard Nijboer lopen. Heeft een zware trainingsweek achter de rug in verband uiteraard met die marathon van New York. En Gerard doet het rustig aan. Hij loopt bekeken, als je het zo mag zeggen. Ja, goed. Even in de groeten blijven, overzicht houden zoals hij altijd doet. En hier zien we de afdaling. Michel de Baat met die hele lange pas en het groepje zit erachter. Even omkijkend, wat is het gat wat we geslagen hebben en dan vervolgens doorgaan. En dit is Gerard Nijboer. Hij verliest nu kostbare seconden en ik denk dat hij in zijn achterhoofd een eventuele overwinning op deze trosloop al vergeten is. Marty ten Kater, daar gaat het goed mee. Is in een goede conditie en dat laat hij hier opnieuw zien samen met Aart Stichter, Michel de Maat, Jerzy Gurney uit Polen, Bashir Hussein uit Engeland en natuurlijk niet te vergeten onze deelnemer aan het wereldkampioenschap Tony Dierks. Het volgende kopgroepje met onder andere Jan Verheijthoven en Graham. Koud is het nu hier op dit open stuk, wind volop en we draaien Zandvoort in. Op weg naar het 10 kilometer punt, dan weer een aardige indicatie wellicht over de tijd die ze kunnen gaan lopen op deze halve marathon. Maar er volgt nog een erg zwaar stuk langs het strand van Zandvoort naar Bloemendaal. Eigenlijk hebben ze de wind vol tegen en dat zal met name denk ik voor de zware jongens nog wel problematisch zijn. Of hebben die juist voordeel met dit soort situaties? Nou, we zullen ook zien dat je deze wedstrijd wind tegen of wind mee zal veel afhangen van wat zijn de kwaliteiten van deze atleten. De een is snel, de ander is sterk. En wat we dus nu nodig hebben zijn gewoon sterke atleten die goed en hard tegen de wind kunnen komen. 29.54, dat geeft al aan dat er perfect wordt gelopen. Iets sneller zelfs als de eerste 5 kilometer. En hier is het echt heel hard werken geblazen. Kijk maar eens, hangen helemaal voorover tegen die wind in. Er wordt voldoende afgewisseld, dat is alleen maar positief. Sponsen, heel weinig, een beetje drinken, het is al koud genoeg. En dat liggen warm houden. Je ziet, er wordt helemaal niks meegenomen door Gerard. Belangrijkste is tegen die wind in te harken, zoals het heet. Een ijzersterke kopgroep, dat mogen we zonder meer stellen. En als deze mannen een beetje samenwerken, Wim, dan zit er wellicht toch nog een aardige eindtijd in. Ja, de vraag is of er wel samenwerking is, want de sterkste loopt op kop. Marty loopt al te kijken van jongens, moet ik alles alleen doen? En uiteraard is het lopen in de waaiers, wat bij het wielrennen ook is. Maar nogmaals, de wind is zeer en zeer strak. Je ziet het aan het helm. En de wind komt niet alleen vanuit de zee, maar ook aan de front. Het draait voortdurend. Je ziet het ook aan de stijl van Tony Dierks. Dan weer links en dan weer rechts van het fietspad zoeken naar de ideale positie. De boulevard is bijna afgelopen. Dan gaan we op weg naar Bloemendaal. Terwijl in Haarlem op de Grote Markt de voorbereidingen worden getroffen voor de zogenaamde Family Run. We gaan naar Margriet. De hele familie doet mee bij de Family Run. Vertel eens eventjes, papa, hoe heeft u de kinderen erop voorbereid? Nou, we hebben al een paar keer van de maand even gelopen met ze. Een paar keer gelopen s'avonds, langs het water, jongens. Hey, en wat is de tactiek? Blijf je allemaal dicht bij elkaar? Ja. Nee. Hey, en dan, je gaat het wel warm krijgen met hardlopen, weet je dat? Ja. Succes, hè? Zeg, meiden, hebben jullie hard getraind? Ja. Of vertel eens, wat heb je allemaal voor gedaan? Ik heb gisteren allemaal balletpakken en alles aangedaan. Zat ik de hele avond zat ik in de kamer, zat ik met mijn benen omhoog, allemaal oefeningen voor de ditza. Oh, dat is een goede oefening, denk je? Ja.
Het is wel een eind, hè? Ja. Succes. Ja. Hey, hoe heet jij? Boy. Boy. Boy, weet je dat je een heel eind moet hardlopen? Heb je een beetje ervoor getraind? Dan gaat het ook nog aan de mensen die op dit moment... aan de hand? Ik zag mijn mama niet meer. Je zag je mama niet meer? Ik wil niet op de grond houden. Maar hoe ging het met hardlopen onderweg? Goed. Je hebt een beetje tranen. Hoe komt dat? Ik weet niet hoe je pijn. Waar heb je pijn? Dan wijs ze aan. Voeten. Je voeten doen pijn. Ja. Hey, heb jij ook meegelopen? Ik had heel hard gerennen. Kom eens. Hé, hey, wat zie jij er prachtig uit. Heb je dat zelf uitgekozen, die mooie pet op? Veel van die runnen, hier dan weer het echte werk. We zijn op weg naar de 15 kilometer. Ja, nog steeds die wind tegen en langzamerhand uit de wind en de wind zien we hier vanaf de zijkant. Het tempo ligt nog steeds hoog, steeds wordt er afgewisseld van posities. We zien ook dat weer Nijboer is bijgekomen en voor hem is het eigenlijk afgelopen voor een eerder plaats, zeker bij de eerste 10. Moeilijk met die wind te lopen, moeilijk positie te kiezen, maar zoals we zien, de wind komt aan de zijkant en van achter. En nu wordt het eigenlijk tijd om de snelle jongens te laten gaan. Hier zien we al het eerste gat. Bernie moet eraf. Dat betekent de jongen van 2.11 zegt veel. Gerard moet er hier weer opnieuw af. Graham gaat er vandoor. Kappert gaat er vandoor. En hier gaat het echt hard. Een stukje naar beneden toe. Kijk maar eens wat er met Aard gebeurt. Aard Stichter dus, Tony Dierks. Die verrassende Bashir Hoessein en natuurlijk Marty ten Kate, die er nogmaals geen enkele twijfel over laten bestaan dat hij op dit moment de nummer 1 is in Nederland wat de halve marathons betreft. Dit zijn achterblijvers. Ik denk dat het gat inmiddels zo'n 40, 50 seconden is geworden. En deze mannen doen er natuurlijk alles aan, maar als je de macht niet hebt, Wim, dan kun je alles verzinnen, maar dan lukt het niet. Nou, hier komt het wat ik al net aangaf. Hier komt het echt op snelheid aan. Jan van Rijthoven gaat heel goed mee en hier wordt alleen maar gevraagd om te kunnen flyeren. Techniek en basissnelheid. Nogmaals, Aard is er nu ook al, vierde positie. Tony moet echt alle zeilen bijzetten. En Bashir gaat gewoon mee. Bashir Hoessein uit Engeland, een nieuwe jongen, 29 jaar. Loopt zijn derde halve marathon pas. En eigenlijk toch een verrassing in dit deelnemersveld. Ja, het waren, als je het zo ziet, tamelijk barre omstandigheden. Maar Marty ten Kate die trok zich daar helemaal niets van aan. Terwijl nu ook Tony Dierks het hoge tempo van het leidende tweetal, Hoessein dus en uiteraard ten Kate, moeilijk kan bijbenen. Maar Tony Dierks is een taaie rakker. Ja, we zitten zeker tegen het 15 kilometer punt aan. Iedereen zoekt dan even weer zijn rust, zijn tempo te hervinden. Er is een versnelling plaatsgevonden en de wedstrijd wordt opnieuw ingedeeld. 44-31, dat zegt veel. Het gaat nog harder het laatste stuk. 1 seconde daarachter Tony Dierks en Aard Stichter. Het gat is, ja, 4-5 meter, dat wil nog niks zeggen.
belangrijk is even de verzorgingsposten rustig even je verzorgen en kijken wat er dan gebeurt. Je ziet het hoge ritme en Tony is er weer bij. Die 4, 5, 6 meter, dat wil voor Tony niks zeggen. Gelijk op dus, het drietal. Een goed ritme hebben ze. En op dit moment hebben ze de wind ook in de rug en dat is duidelijk te zien. Ze lopen met veel macht. Ik schat zo'n kilometer of 19, 20 per uur wellicht. En daar zitten we tegenaan, gezien de tussentijden die het loopt. Aard ziet er heel vrolijk bij en weet gewoon dat hij voor de eerste drie plaatsen is geklopt. En nu is het belangrijk om die plaats te houden. Maar, nogmaals, er kan nog van alles gebeuren. En dat zien we hier. Marty is weg met Hoessein. Elke keer maar weer, Marty, versnellingen plaatsen, omkijken. Wat brengt die kleine tempoversnelling teweeg? En hier gaat het naar beneden, richting Haarlem, heel, heel hard. En dit is dan de man die heeft moeten afvallen, Tony Dieriks, terwijl we bijna weer in Haarlem zijn gearriveerd, met nog steeds die twee aan de leiding. Ja, dit is het spel op de wagen. Hier moet je een uitgelezen wegatleet zijn, korte routes nemen, niet verkeerd lopen en kijken op welke manier je op het juiste moment een versnelling kunt plaatsen. Je ziet hier dat Marty de kop neemt. De family run hebben we inmiddels gezien, maar er werd ook nog een 8 kilometer loop gehouden op de Grote Markt in Haarlem. Kijk en geniet van fraaie beelden op een rijtje gezet. Grote geweld is ontketend. Marty ten Kate is weg. Hoessein kan het hoge tempo niet meer bijhouden van onze Nederlandse topper. Veel macht, veel kracht. Hij is op weg naar de finish op de Grote Markt. Ja, dat kun je best aan Marty overlaten. Op het juiste moment heel hard doorgaan, niet naar achterom kijken. En gewoon weten van het pasritme van de maat waar je mee gelopen hebt verdwijnt. En dan is het nogmaals hard doorgaan en dat kan die kleine. Je ziet ook, alles gooit hij eruit om die goede tijd die hij eenmaal heeft vastgezet om daar neer te gooien. En het wordt een goede tijd. Wat laten we wel weten, Marty ten Kate is natuurlijk de recordhouder van de Troslop. Terwijl Hoessein er ook nog even alles uitperst op die laatste tientallen meters naar de finish. Maar Marty ten Kate gaat de tiende Troslop winnen met grote overmacht en in een perfecte tijd. Ja, een hele goede tijd, zeker gezien de weersomstandigheden. En een verrassende tweede plaats van, zeg maar, de praktisch onbekende tot nu toe, Basir Hoessein. Tony Dieriks dus op een keurige derde plaats. Heeft een uitstekende wedstrijd gelopen. Ook voor hem een heel goede tijd. Kijk eens even hoe fris bloemetjes in ontvangst nemen. En dan zit voor hem ook de tiende trosloper op. Nog maar even de resultaten op een rijtje gezet. Winnaar dus Marty ten Kate en dat schitterende record 1:02:52. Tweede Hoessein uit Engeland. Derde Tony Dieriks. Vierde Aard Stichter. En vijfde Slovan Gurny uit Polen. Maar niet alleen de mannen waren van de partij, ook de dames. En goed mag ik zeggen. Marianne van der Linden loopt hier een thuiswedstrijd. Voor de wedstrijd zei ze al, ik voel me goed. Ik heb me goed geprepareerd op deze wedstrijd. En gezien haar tijd, de tussentijden, zal het ook een hele goede tijd worden. Maar niet alleen hier, alleen maar Nederlandse deelname, ook een sterk internationaal veld. Ja, voor het eerst wat buitenlandse vrouwen aan de start. Jarmila Ubanova, de Tsjechische kampioen. Daarbij Agnes Sipka, de Hongaarse kampioen. Wat vanuit België vandaan, nogal een klein deelnemersveld, maar heel selectief. Maar hier komt de winnares aan van de trosloop. Marianne van der Linden heeft een groot gat geslagen met haar naaste belagers.
nog een paar meter. En dan gaat zij niet alleen deze trosloop winnen, maar ook nog een persoonlijk record stellen. Ja, dat persoonlijk record is heel blij mee. Voor het eerst is het een halve marathon die heel goed gegaan is. En ik denk dat ze daar persoonlijk zeer blij mee is. Marianne van der Linden, hartelijk gefeliciteerd. De snelste dame. Waar heb jij je slag geslagen in deze wedstrijd? Nou, ik heb eigenlijk de hele tijd op kop gelopen. Ik geloof dat het gaatje in het begin 50 meter was en later wat groter. Ik heb het niet meer gezien. Dus. Hoe waren de omstandigheden onderweg? Nou, eerst het gaatje ging heel goed en makkelijk. En daarna kregen we dus heuveltjes en ook wat tegenwind. En de boulevard in Zandvoort was erg zwaar door de tegenwind. Maar ik heb wel veel steun gehad van mensen om me heen, dus ik heb lekker gelopen. Het ging dus voortreffelijk? Het ging goed, ja. Het laatste stuk is altijd wat zwaar natuurlijk, maar het ging goed, ja. Resultaten op een rijtje van de dames, Marianne van der Linden met overmacht, winnaar. Tweede Agnes Sipka, derde Urbanova, vierde Ilse Wijnands en vijfde Parmentier. Ja, en terwijl de toppers het zo makkelijk en goed deden, was er voor al die duizenden andere deelnemers veel plezier te beleven onderweg. En voor de een ging dat makkelijk, ja, en voor de ander wat moeilijker. Martin de Kater, opnieuw winnaar van de trosloop onder toch ja, niet echt florissante omstandigheden. Nogal wat wind, maar in een puikentijd. Dat moet je sterk, hè, met de marathon van New York in het vooruitzicht. Ja, nou, ik denk dat door die puikentijd, dat komt een beetje omdat we in het begin met een vrij grote groep liepen. Het tempo was heel regelmatig, 15 minuten per 5 kilometer. En na 14 kilometer draaiden we vanaf Zandvoort af richting Haarlem weer, richting finish. En met een flink stuk rugwind. En daarna hebben we heel hard gelopen met een aantal mensen. Je voelt je goed? Ik voel me uitstekend. Het is hier mijn beste tijd die ik ooit heb gelopen hier in Haarlem. En dat geeft me toch alle vertrouwen voor zo'n marathon. Wij wensen je veel succes. Oké, bedankt. Dit was het dan, de 10e trosloop vanuit Haarlem met opnieuw Martin ten Kater als winnaar. Goede voorbereiding dus voor de marathon van New York, die over anderhalve week op het programma staat. En terwijl al die mensen achter mij binnendruppelen, kunnen we toch stellen dat ook deze 10e trosloop een groot succes is geweest. Alhoewel, het weer had wel wat beter gekund.